Goedemorgen allemaal. Het is inmiddels zondag en ik ben net wakker. Ik heb me net helemaal gewassen en aangekleed. Nog even een zandje over mijn gezicht. Super onrustig geslapen. En het is 9:30. Ik voel me ook helemaal niet zo lekker. Dus ik hoop dat het vandaag wel goed komt. Het is vandaag wel zondag en het is Pasen. Dus als het goed is, als ik het kan ruiken, is er een paasontbijt beneden. Wat doe je nou met het mes? Morgen. Goed, we hebben lekker gepaas ontbijt. Laat ontbijt. Het is inmiddels... wat is het? 10:30? Ik ben heel even terug mijn bed ingekropen, want ik wilde nog een video editen. En ik dacht, ik ga het gewoon lekker hier doen, aangezien het zondag is. En het is toch een chill dag. Dus ik vind het helemaal best. Ik ga hier in ieder geval... mijn vlog editen van gisteren. En dan is dat gebeurd. En dan ga ik me zo meteen lekker op mijn gemak aankleden. En gewoon lekker op mijn gemak mijn dingen doen. Ik heb het er net gewassen, maar eigenlijk wilde ik nog douchen vandaag. Maar ik denk dat ik dat lekker vanavond ga doen. Ik ben trouwens ook echt idioot verkouden. Echt heel erg verkouden. Maar ik kan ook heel moeilijk door mijn neus inademen, dus ik heb het een beetje benauwd. En jongens, ik ga er niet vanuit dat het corona is, want verder ben ik op zich niet met mensen of dingen in aanraking geweest. Ik heb gisteren alleen eventjes het brood nodig gehaald, wat er nodig was. En verder niks. Maar ik voel me wel een beetje beroerdachtig, dat ik denk van nou, hoe komt dat allemaal? Maar hopelijk is het niks geks. En is het gewoon morgen weer weg of zo of straks. Maar ja, in ieder geval. Ik heb nog een kop koffie gezet. Ik heb er eentje op, maar ik dacht ik neem er lekker nog een. Dus dat ga ik lekker doen. En dan gaan we even de vlog editen, want dat moet ook gebeuren vandaag natuurlijk. Goed, ik ben inmiddels lekker aangekleed. En ik heb mijn grijze fila's aan. Maar die doen nog steeds een beetje pijn in mijn voeten. Dus dat is wel jammer. Ik weet niet of mijn ouders trouwens allemaal aan het brabbelen zijn. Maar deze schoenen doen ze aan de achterkant van mijn hiel. Schuren ze tegen mijn voet aan. En ik heb geen sokken meer aan. Dus dat is wel vervelend. Dus ik twijfel of ik ze nu aan of dat ik even andere gimpen aan doe. Ik denk dat ik even andere gimpen aan ga doen. Want dit ga ik niet volhouden de hele dag, denk ik. Goed, ik heb eventjes mijn witte Puma's aangedaan. Dat loopt net even iets lekker. En ik wil even een ander bedeltje om mijn ketting gaan doen. Ik denk... Ik weet nog wel dat ik die hierin heb liggen. Die heb ik pas weer gevonden. Ja, hier. Ik heb namelijk van mijn ouders toen een heel klein olifantje gehad. En ik denk dat ik die lekker om die ketting ga doen. Ik ga het gewoon even doen terwijl ik aan het filmen ben. Als jullie blijven staan. Nee, jongens, mijn hele hielen gaan kapot van die schoenen. Dus dat zijn echt wel schoenen die ik helaas met sokken aan moet doen. Ik had gehoopt dat ik ze zonder sokken aan kon dragen. Maar dat zit er dus niet in. Vind ik ook wel jammer hoor. Want ik vind het de laatste tijd echt heerlijk om gewoon schoenen zonder sokken te dragen. Krijg je wel iets meer zweetvoeten van, maar het is wel echt lekker. En het fijne aan die fila's en die Puma's die ik nu aan heb. Hetzelfde met mijn witte Nike's, maar die zien er niet meer uit. Die moet ik eerst even wassen. Die hebben een soort stoflaag aan de binnenkant. Dus als je daarin gaat met je voeten, scheurt het niet. Dan zitten ze gewoon super zacht en lekker. Dus vandaar dat dit ook super chill zit. Dus ja, ik ga naar beneden en ik ga even nog een kopje koffie zetten, want daar heb ik wat trek in. Oh ja, en ik kwam dit tegen. Er is namelijk een TikTok trend dat je een soort wrapped koffie kan maken. Ik heb de video gedownload van Alicia.
En je hebt daar dus eigenlijk gewoon constant koffie voor nodig. Dus gewoon koffiepoeder, suiker en warm water. En alles is even gemeten. Dus 2 scheppen suiker, 2 scheppen koffie, 2 scheppen warm water. En dat ga je mixen. Dan wordt het een soort cream. Even kijken. Alicia heeft het hier zo ergens, als het goed is. Het wordt een soort cream. En dan moet je dus in een glas met ijsblokjes doen en melk. Vervolgens doe je dit erboven en dan roei je het en heb je een soort frappuccino-achtig iets. Dus dat leek me ook wel leuk om te maken. En als het goed is hebben we nog een beetje melk in huis. We hebben niet zo heel veel melk meer, maar als het goed is wel een klein beetje. Dus ik wil zo gaan proberen om dat te gaan maken. Dus ik denk dat, dat ik dat ga doen. Alleen ze zeggen dat heel veel mensen doen het met de hand mixen, maar dan sta je echt een half uur te kloppen voordat het echt dat wordt. Dus ik denk dat ik wel gewoon even de handmixer ga gebruiken. Dat gaat hopelijk iets sneller. Goed, allereerst doe je 2 schepjes van die kruimelige instant koffie, noemen ze het. Je doet alles gelijk. Dus je doet 2 scheppen koffie, 2 scheppen suiker en dan 2 scheppen of lepels water, warm water. Warm water, geen koud water. Dus ik ga nu ook de suiker doen. Ietsje meer bij. Dan hebben we precies al mijn camera's leeg. Maar ik ga het even iets allemaal maken. En dan ben ik bij jullie terug als het klaar is. Dus alles gelijk koffie. 1 lepel als je 1 doet. 1-1-1 of 2-2-2, 3-3. Vervolgens doe je een glas vullen met melk en suiker. Daar kip je dat cream bovenop. Klaar. Ik ga hem even opladen. Als de cream klaar is, dan ga ik jullie het verder laten zien. Goed. Het glas is gevuld met melk en ijsblokjes. En het is dus inderdaad een soort... Het lijkt net pudding. Ik ben heel benieuwd. Ik ga dit nu in het glas doen. Ik zit er wacht, ik ga jullie een etage salade zetten. Het is echt net een soort pudding dit. Ik ben heel benieuwd hoe dit smaakt. Dan heb je gewoon je at-home frappuccino. Ik ben zo benieuwd. Ik ga even een foto maken, want het ziet er echt super leuk uit. Ik ben echt heel erg benieuwd. Nee, dat zo vast niet hoor. Ik denk dat het inderdaad gewoon een soort echt frappuccino ijsblokje achter iets wordt. Diarrhea! Nee, peanut butter. Ja, precies. Net als op de... Oh, dit is lekker! Lekker. Oh, dit is echt voor de haling vatbaar. Oh, wauw. Je moet alleen echt goed mixen voor je het echt allemaal door hebt. Oh, dit is lekker.
wat duurde dit? Misschien 20 minuten. Dan heb je de lekkerste koffie ever. Oh. Dit is voor mij echt de allereerste keer dat ik zo'n TikTok heb uitproberen. Maar dit is lekker, jongens. Dit is echt serieus, wat ik net al zei. Dit is zo erg voor herhaling vatbaar. Dit is echt top. Echt heel erg lekker. Ik ga gelijk mijn camera en mijn portable oplader even opladen. Oké, dit is echt serieus life changing. Ik heb nu hier staan. Je ziet dat het nu op een gegeven moment gaat veranderen in 3 kleuren. Je ziet dat de melk meer naar boven komt. Maar oh jongens, dit is zo lekker. Goed, inmiddels heb ik de koffie op. Het glas is leeg. En jongens, het smaakt dus zo lekker. Het is echt super, super chill. Ik ben nu lekker een YouTube video aan het kijken. En lekker een beetje aan het chillen. Mijn haar is zo irritant. Ik wil echt naar een kapper. Maar die zijn dus nog steeds dicht. Maar ik ga nu dus denk ik lekker een YouTube video kijken. Ik weet nog niet wat ik ga kijken. Misschien... Nee, ik moet even kijken wat ik ga kijken. Ik heb net trouwens het eerste hoofdstukje van mijn boek gelezen van Like Me. Van het boek van Vince. En het is super leuk. Het is echt leuk om de verhalen en richtlijnen van de karakters te lezen voordat de serie begon. Dus dat is wel echt tof. Hoe ze zeg maar eigenlijk zo zijn en waarom ze zo zijn en wat er daarvoor allemaal is gebeurd en zo. Dus dat is wel heel erg leuk. Verder... Ik zit heel stiekem te denken om nog zo'n koffie te maken, maar dat vind ik zonde. Dus ik denk dat ik gewoon een lekker sapje ga drinken of zo. Of misschien dat ik hem wel even een limoensapje ga maken. Dat is wel lekker. En denk ik lekker een YouTube video kijken en lekker chillen. Ik denk dat mijn kamer nog stofzuigen. Dat ga ik ook even doen. Ik ga even de handstofzuiger pakken beneden. En dan even snel mijn kamer doen. Dan is dat ook lekker gebeurd. Dat is wel fijn. Goed, inmiddels heb ik mijn kamer gestofzuigd. Die is weer helemaal schoon en netjes. En ik heb daar het kastje wat naast mijn bed stond. Die daar stond, heb ik daar gezet. Want daar aan de muur, ik weet niet of ik dat de vorige keer heb verteld. Maar omdat wij... Dit is deze kant van de muur, aan de andere kant. Er zit een soort douche. Maar er is toen een keer lekkage of iets geweest. Dus die in die plek, daar in de hoek, waar dit kastje nu dus staat. Dat tafeltje. Daar zit dus een hele vieze, natte... rotte plek in de muur. We moeten dit nog een keer gaan aanpassen, maar we kunnen niet zomaar deze muur eruit slopen. En ik wil het zo lang mogelijk uitstellen, want anders moet het behang wat hierop zit, waar we overheen hebben geverfd, moet eraf en dan die poster er ook af, en dat wil ik niet. Dus ik heb er nu wat voor gezet, en dat is dat tafeltje gewoon. Die staat hier nu voor, en hier staat nu niks, want ik weet niet of ik dat heb gefilmd, maar vanmiddag zat ik lekker op de grote rode kussens die hier op mijn bed hebben gestaan, die had ik op de grond daar in de hoek gezet. Dan ben ik lekker gechilled tegenaan gezet en mijn boekje gaan lezen. Maar ik dacht, er is zo weinig ruimte, dus als ik dat nou verplaats... Dus ik dacht, ik ga nu daar in de hoek zitten, want daar heb je nu veel meer ruimte. Ik heb een tafeltje ernaast, ik heb licht boven mijn hoofd. Dus even kijken hoe dat vanavond uitpakt. Het is in ieder geval nu 5:30. We hebben nog geen honger allemaal, omdat we heel laat hebben ontbeten en heel laat hebben geluncht. Dus ik dacht, ik ga gewoon eerst even douchen, want dat moet ik ook nog doen. Dus ik ga even lekker onder de douche. Dus dat gaan we nu doen. Goed, ik ben de hele avond bezig geweest met het oefenen van dansjes van Like Me. Ik heb nu het nummer Deep geoefend en dat nummer is best heel erg lastig. Het gaat heel snel. Maar het is best goed gegaan. Het is nu 10:45. Ik zit nog steeds... achter mijn laptop. Ik zit in de corner waar ik dus vandaag wel bezig ben geweest. Lekker op de grond. Ik zit op zich wel lekker hier, heel eerlijk gezegd. Klinkt misschien gek, maar ik zit hier wel heel chill. Ik ben lekker aanstaan, dus ik heb lekker wat wind hier. Lekker even afkoelen. Ik heb een glas water. Maar ik ga zo wel lekker slapen. Het is wel tijd om zo lekker mijn ogen dicht te gaan doen. Helaas. Nou ja, niet helaas. Het is gewoon tijd. Het is 10:30. Morgen hebben we op tijd op. Morgen moet mijn vader werken. Maar mijn moeder en ik willen morgenochtend nog wel gewoon de paasontbijt doen. Dus ja, dat gaan we gewoon doen. Dus dat is wel leuk. Goed, ik lig inmiddels lekker in mijn bed. En zoals je mijn haar misschien een beetje kan zien, jongens, ziet het er allereerst niet uit. Maar mijn haar is minder zwart. Mijn haar begint terug bruin te worden door de shampoo die ik gebruik. Je ziet wel rood er doorheen nu heel goed.
Maar het begint dus weer te gebruikt worden. En daar ben ik echt super blij mee. Even doorwassen met de Shiseido shampoo van Hema. En dan is hopelijk mijn haar straks weer bruin. Want zoals je ziet, nu komt de rode tint er heel goed doorheen. Maar straks, als het weg is, dan wordt het bruin. En dan ben ik heel erg blij. Eindelijk. Ik ga in ieder geval lekker slapen. Ik heb daar alles neergezet op mijn bureau. En mijn laptop staat hiernaast nog. Even een paar dingen checken voordat ik ga slapen. En zie ik jullie morgen. Het is gek dat het hier nu zo leeg is. Maar het is ergens ook wel heel fijn dat het hier zo leeg is. Gewoon wat ruimte. Het is ook wel fijn. Maar goed. Ik ga lekker slapen. Dus ik bedankt voor het kijken. Doe deze video een blij duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen. Bij een nieuwe vlog. Tweede paasdag. Ik ga morgenochtend in ieder geval vroeg op. Om te editen. Ik word over 7 ga ik op. Ga ik even editen. Zorgen dat beneden alles klaar staat voor het ontbijt. En dan gaan we kijken hoe de dag loopt. Morgen nog een paar boodschapjes halen. Dus melk was op. Dus ik kan morgen niet mijn lekkere TikTok drankje maken. Ja, dat was echt heel erg lekker, jongens. Echt een aanrader. Ik ga het morgen zeker nog een keer maken als de melk weer in huis is. Ik ben heel benieuwd hoe het me weer gaat lukken. Maar ik ga in ieder geval nu lekker slapen. Dus slaap lekker en tot morgen.